En met een deelauto heb je toch de mogelijkheid om schoon, stil en duurzaam te gaan rijden. Zonder die hoge kosten van die eigen investering in een elektrische auto. Hoor jij iets? Ik hoor niks. Hij is toch aan. Het project is begonnen doordat de gemeente onze straat gaat herinrichten. En dat moest groener en duurzamer, maar al die auto's stonden wel een beetje in de weg. En dat was eigenlijk voor ons de reden om te gaan kijken of er geen auto's weg konden uit de straat. En toen stuitten we per toeval op het project Auto van de Straat van de provincie Gelderland in Natuur en Milieu. En tot onze grote vreugde waren wij een van de drie prijswinnaars die twee deelauto's konden gaan uitproberen. Auto reserveer je via de app. De app geeft aan welke auto beschikbaar is, want we hebben er twee. Je drukt op reserveren en de reservering is voltooid. Dat is eigenlijk alles. Een kind kan de was doen. Het is gewoon heel gezellig en je krijgt meer binding met je eigen buurt. Dat is de overbuurvrouw. Ja, je woont in een dorp, hè? Het project heet Onze Auto, maar het is ook echt onze auto van bewoners van de gemeente Renkum. Ja, je rijdt nieuw, elektrisch, stil, duurzaam, tegen lage kosten, want je hoeft niet zelf een elektrische auto aan te schaffen om toch elektrisch te kunnen rijden. Dus daar zijn we heel blij mee als buurt. 8 huishoudens hebben een eerste of tweede auto de deur uit gedaan. Dus die twee deelauto's hebben de plek ingenomen van 8 andere auto's. Dus dat was een heel mooi resultaat.